De agenda is een onderdeel van mijn job wat beheerd en onderhouden wordt door de student. Jij kunt hem inzien. Om de agenda in te kunnen zien, log je in en kies je de jobroute van de student van wie jij de agenda wilt bekijken. Je klikt op het dashboard-icoon en vervolgens boven in het menu op agenda. In de agenda staan de leerroute, de leerdoelen en de schoolopdrachten die de student op de school gepland heeft en zijn blauw. Het werk staat in het groen, dat heb jij samen met de stagiair gepland. En dit is aangemaakt in het werk. Het is de bedoeling dat het onderwijsprogramma aansluit op de beroepspraktijk. Hier in deze agenda komen deze twee bij elkaar. De planning van deze student is zijn leerdoel: ik wil zelfstandig een middag kunnen organiseren voor de kinderen, zowel de organisatie als de financiën. Het werk heeft deze praktijkbegeleider samen met de student gepland. Namelijk, bereid een spelmiddag voor de groep van 7 jaar. De agenda is er dus voor jou, je student, maar ook voor de docent of de schoolbegeleider. De student beheert het agendadeel blauw en jij het werkdeel groen. Voordat de stageperiode begint, bespreek je met je stagiair de leerdoelen, de opdrachten, zijn planning. Tijdens de stage is de agenda het hulpmiddel om de voortgang te volgen en te bespreken, maar ook om werk te plannen. Als je in het menu voor agenda kiest, kom je altijd in het maandoverzicht. Boven in de groene balk zie je welke maand er getoond wordt en rechts zie je de naam van de stagiair. Je kunt kiezen voor een maandoverzicht, een week of een dagoverzicht. De items die een hele dag of langer duren, staan bovenaan. Je kunt uiteraard alle items inzien, zowel de agenda als de werkitems. Eén uitzondering is er als de stagiair gekozen heeft om zijn agenda-item privé te houden. De student kan zijn agenda hier aanpassen. Jij kunt het werk alleen toevoegen of veranderen via werk, wat je vindt in het menu. Als de student klaar is met een werkitem, verdwijnt deze uit de agenda. Dit werkt motiverend voor de student. Hij ziet alleen dat wat hij nog moet doen. In het kalendertje links kun je door de maanden navigeren. Als je op een datum wilt inzoomen, klik je op die dag en in het grote scherm verschijnt deze. Je kunt dit ook doen via de pijlen links en rechts van dag, week, maand. Je kunt natuurlijk ook altijd terug naar vandaag. Onder het kalendertje word je er nog even aan herinnerd dat agenda-items in het blauw worden getoond en de werk-items in het groen. Ben je klaar? Dan kun je terug naar het dashboard. Je kunt naar een andere jobroute of je kunt natuurlijk uitloggen. De smartphone werkt hetzelfde als de website. Je opent de app en je kiest de jobroute van de student van wie je de agenda wilt inzien. Via het menu kies je voor de agenda. Alle data waar iets gepland staat zijn groen gekleurd. Je tikt op de datum en je krijgt een lijst met alle agenda- en werkitems voor die dag. De agenda-items zijn in het blauw en de werkitems in het groen. Wil je een item inzien, dan klik je daarop. Je kunt door de gegevens scrollen. Net als op de website kun je door de maanden navigeren via de pijlen boven in de groene balk. Maar je kunt natuurlijk ook altijd terug naar vandaag. Ben je klaar in de agenda, dan kun je terug naar het menu en kiezen voor een andere jobroute. Of stoppen met de app. De voordelen van de agenda nog even op een rij gezet. Je hebt overzicht over de leerroute van jouw stagiair, wat hij op school gepland heeft en welk werk hij hiervoor moet doen. Je ziet in één oogopslag hoe het met zijn planning gaat, wat hij al gedaan heeft en wat hij nog moet doen. En aan de hand van de leerdoelen en opdrachten in de agenda kun je sturing geven aan het leerproces van de student en de stage evalueren. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Stichting App at Work en stuur een mail naar annelies@saaw.nl.